Als inwoner van de gemeente Ede betaal je ieder jaar belasting. Een deel van deze belasting wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van jouw woning. De WOZ-waarde kun je vinden op het aanslagbiljet. Deze ontvang je ieder jaar in februari. Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van jouw woning vast. De waarde stellen we vast door te kijken naar verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Vervolgens kijken we naar punten waarop jouw woning afwijkt van de verkochte woning. Hierbij houden we rekening met de ligging, gebruiksoppervlakte en de staat van onderhoud van jouw woning. Hoe de WOZ-waarde voor jouw woning is opgebouwd, vind je in het taxatieverslag. Ben je het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken. Dit bezwaar maak je gratis eenvoudig zelf. Handig! De taxateur kijkt of de waarde juist is. Blijkt deze niet juist te zijn? Dan krijg je een brief met daarin de nieuwe vastgestelde waarde en het aangepaste bedrag dat je aan belasting moet betalen. Meer weten over de WOZ-waarde van jouw huis? Gemeente Ede helpt je graag. Ga naar www.ede.nl/woz.